welkom bij een nieuwe video van Rainbloom NL. Vandaag gaan we dit hele schattige Hello Kitty charmpje maken. Kan je hem leuk aan je sleutel hangen, je kan hem aan je vrienden geven. Of ja, hartstikke leuk met een strikje. Ook leuk als cadeautje en oortjes. Nou, je hebt er niet super veel voor nodig. Je hebt 32 witte elastiekjes, 4 roze, 1 geel elastiekje en 4 zwarte elastiekjes. En je loom en een haaknaald. Dit keer moeten de esjes naar je toe wijzen en dus niet van je af. We beginnen met wit. Als eerst plaatsen we een single bandje van dit naar deze. Dan pakken we 2 bandjes en doen we die om. Deze en die. En zo maken we een hoofdje. Dus we gaan nu deze kant. Oh. We gaan nu er hier nog 1. Weer 2. 2. En nog 1 keer 2 op elkaar en weer zo. Wat we nu gaan doen is we gaan van hier. Hier 2 naar beneden. En deze moeten we straks, je kan hem maar net zo goed afhalen, want we moeten hem straks zeg maar zo plaatsen. Dan doen we deze heel even hier. Hier hebben we er nu 3 en hier hebben we er 2. En dan doen we hem van deze en naar deze. En zo doen we er weer 2. De hele tijd 2 op elkaar. Wat we nu doen is we gaan van dit pinnetje naar dit pinnetje. En van dit pinnetje naar dit pinnetje. Oké. Nu gaan we de oortjes maken en dat doen we door onze haaknaald te pakken. En we draaien er een single bandje 4 keer omheen. 1, 2, 3 en 4. Die schuiven we een beetje naar achter. Dan pakken we 2 elastiekjes. Doen we die er omheen. Houden we die naar achter en halen deze hier overheen. Dan plaatsen we die hierop en dan doen we deze er ook op. Oh. Dat is een beetje een gedoe. Maar uiteindelijk lukt het wel. Zo, de eerste oortje is klaar. Dat doen we nu ook bij deze. 4 keer eromheen. En dan pakken we er 2. En trekken we die naar achter. En halen deze er overheen. Dan doen we er nog eentje overheen halen. En dan doen we hetzelfde hier omheen en dan dit er ook omheen. Heb je weer een oortje. Oké, zo.
Nu gaan we het strikje maken. En dat gaat als volgt. We pakken één roze. Die doen we er weer 4 keer omheen. En dan pakken we 3 bandjes. Dus 3. En die doen we erop. En halen dit bandje. De kepend halen we er even overheen. Zo. En dan doen we hem even in het midden. En dan plaatsen we hem van deze pin naar deze pin. Oké. Nu gaan we de oogjes maken. En dat doen we met de zwarte elastiekjes. We doen de zwarte elastiekjes er 5 keer om het pinnetje heen. Dus de capband doen we er 5 keer overheen. 3, 4 en 5. Dat doen we ook aan de andere kant. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan drukken we ze naar beneden en plaatsen er overheen in een driehoekje een elastiekje, dus van zo, zo en zo daaromheen. En wat we dan doen is we halen in deeltjes, halen we dit elastiekje er overheen, wat best wel lastig is. Zorg ervoor dat je het echt in deeltjes doet, anders kan je pinnetje breken, dus doet in deeltjes. Niet alles in één keer dus. Of dan breek je haaknaald, dat is nog eerder het geval. Zo lukt het makkelijk. Zo breekt je haaknaald dus ook niet. Gewoon, je kan ook gewoon één elastiekje tegelijk doen. Of 2 of 3, kan ook nog wel. Maar echt niet alle 5. Een laatste zwarte. De bovenste zijn meestal het sterkst. Oké. Nu zit hij er goed omheen. En nu gaan we het neusje maken. En dat doen we door een geel bandje er weer 4 keer omheen te binden. En dan pakken we weer 2 witte elastiekjes, die doen we er weer omheen. En trekken het gele bandje overheen. En plaatsen deze eerst van daar naar daar. Maar dan houden we er eentje tegen en die plaatsen we op die. En dan zie je ook meteen dat deze mee wil, dus die laten we dan ook meekomen. En die plaatsen wij hierop. En nu zie je dat je zeg maar dus de 2 bandjes doe je hier eentje, zo en hier. Dat is het snoetje van Hello Kitty. En die plaats ik er heel even onder, zodat ze er niet af kunnen vliegen. Nou, en nu heb je dus het hoofdje van Hello Kitty. En nu gaan we loomen. We moeten alleen nog hier een capband plaatsen en dat doen we door 3 keer om je vingers te doen en hem dan erop te plaatsen. We gaan nu met onze haak in de capband en pakken de bovenste 2 witte elastiekjes. En doen die om het pinnetje. Nu pakken we weer de 2 bovenste elastiekjes en doen die weer naar het andere pinnetje waar die vandaan kwam. En nu doen we de onderste 2 weer en die plaatsen we dus hier. En dan gaan we nu deze onderste weer pakken. Haal die eronder vandaan.
en plaatsen die hier. En dan. Oh. Ik heb er nu per ongeluk 1 gepakt. Het is moeilijk om ze eromheen te plaatsen, omdat er heel veel elastiekjes om zitten. Ik trek er even aan, dat vind ik fijner. Dat is ook makkelijker. Trek er een beetje. Ik heb er weer 1 volgens mij. Ja, ik trek er een beetje zigzag aan, zodat hij er niet afvliegt. Dus zo. Dan breekt hij niet, zeg maar. En nu doen we het midden even. Ja, dat is moeilijk om te zien. Want er zitten heel veel bandjes. Weer 2 tegelijk. En plaatsen die om deze pin heen. Dan gaan we er weer in. En pakken er weer 2. En die doen we om dit pinnetje. Nou, en nu ook. Nu doen we deze rij. Oh, er ging wat vanaf. En dat doe ik heel eventjes wat sneller. Nu gaan we er helemaal in. Zo, wat is dat veel. En plaats je die weer om deze, waar er nu echt heel veel zitten. Nou, en nu zijn we eigenlijk bijna klaar. We moeten alleen nog maar het onderste bandje van hier te pakken. Maar dat is echt heel moeilijk. En ook goed opletten, want het is ook maar 1 heel dun bandje. En je grijpt vaak mis bij deze. Ik heb hem. Je moet hier echt zigzagend aan gaan trekken, want anders gaat hij toch echt kapot. Zo, we hebben hem. Wat ik doe is, ik trek deze eroverheen. Zodat er een knoop in kan gemaakt worden. Dus dan trekken we er nu aan. Zit er een knoopje in. En nu gaan we hem losmaken. Dat doen we voorzichtig met de haaknaald, anders kan je loom breken. Wat bij ook alle armbanden zo is. Ga maar voorzichtig af. En dan trek ik het laatste stukje er heel even af. Dan heb je nu dit. Dan ziet het er nog niet echt als een Hello Kitty uit. Wat je dan doet is, ten eerste je haalt de strik tevoorschijn. En dan is het eigenlijk al klaar. Je hoeft alleen maar de strik een beetje tevoorschijn te halen. En de oortjes ook. Een beetje, deze heb ik een beetje te ver getrokken. En ja, de Hello Kitty is klaar. En ja, dat was het filmpje. Doei!